De werkzaamheden voor de renovatie van de waterzuiveringsinstallatie aan de Vissendijk zijn in volle gang. Ja. Ben Veldhuis, wat een reuring hier op de waterzuivering. Waar zijn jullie mee bezig? Ja, dat klopt. We zijn begonnen met de uitvoering van de aanpassing van de rioolwaterzuivering Almelo-Vissendijk. Lang voortraject gehad. Ontwerp is helemaal klaar nu. Aanbestedingen zijn geweest. En u ziet nu op de achtergrond dat men begonnen is met de sloopwerkzaamheden. Nou, dat is behoorlijk heavy, hè? Het slopen is altijd wel indrukwekkend. Ik heb het al een aantal keren kunnen zien, tig keren. Maar het vindt altijd nog weer mooi om te zien als dingen gesloopt worden. Klopt. Ja. Wat hier gebeurt is een grootschalige aanpassing. Dit is een rioolwaterzuivering, ooit gebouwd begin jaren 50. Nog een keer upgedate in de jaren 80. En deze was weer grondig toe aan een renovatie. Wordt grondig gerenoveerd, worden heel veel onderdelen worden weggehaald die nu overbodig zijn. En er komen een paar nieuwe onderdelen bij, zodat deze zuivering de komende 20 jaar weer taadloos het grootste deel van Almelo kan zuiveren. Want ja, alle rioolwater komt hierheen, hè? Niet alles. We hebben in Almelo natuurlijk nog een rioolwaterzuivering, Almelo Sumpel. Deze zuivering is ietsjes kleiner dan Almelo Sumpel, maar is wel van een redelijk formaat binnen ons beheersgebied als waterschap. Ja. Kunnen wij als inwoners nou ook nog wat doen om het een beetje minder duur te maken? Hè? Want we betalen wel allemaal waterschapslasten. Wat zou ontzettend helpen? Overwegend doen we dat al goed, doen we al jaren goed. Wat nog steeds wel een item is, dat is medicatie. Dat is iets wat wel steeds vaker voorkomt, dat op zuiveringen aangetoond wordt, maar in het hele systeem kom je het weer tegen. Het zou mooi zijn als men er rekening mee houdt dat overtollige medicatie, dat je dat niet zo door de wc inspoelt, netjes teruggeeft bij de apotheek. Die zullen dat op een juiste manier verwerken. Ja, dat voorkomt wel enige problemen. Ja, kunnen jullie dat eruit halen? Dat technisch is dat zeker mogelijk. We doen er ook al heel veel aan om proberen zoveel mogelijk daarop te anticiperen. Wettelijk is het nog niet zo dat de waterschap dat eruit moet halen. Maar ik sluit niet uit dat dat over jaren gaat gebeuren. En dat wij daar ook voor aan de laat staan om medicatie uit afvalwater te verwijderen. Wanneer is het zo'n beetje voor elkaar? De planning zoals die er nu voor ziet is denk ik dat we tot en met volgend jaar zomer heel druk zijn. En eind volgend jaar dat de zuivering in zich heel aangepast moet zijn. Maar dan zijn wij ook weer voor een jaar of 20 onder de pannen, hè? Dan zijn we voor een jaar of 20 weer onder de pannen, klopt. Ja.